Bakkerij Brood op de Plank in Zwijghuizen. Dat is waar we vandaag gaan kijken. Deze bakkerij die weet al heel goed hoe je bewust om moet gaan met plastic zakjes. Want ze hebben hier wel plastic zakjes, maar ze hebben hier ook katoenen zakken. En dit zijn de katoenen broodzakjes. Dus in deze zakjes wordt het brood gedaan. Dus hier zo kun je dus brood in doen. En dan kun je ze in de diepvries bewaren of gewoon thuis bewaren. En dat is allemaal beter voor het milieu, lekker bewust en heel fijn. Nou, we zijn altijd een beetje al een paar jaar aan het kijken van hoe kunnen we dat plastic soep, om het zo maar te noemen, om dat nou te verminderen. Dus wie weet gaan we over een aantal jaar zeg maar van de plastic af, wie weet. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Hallo meneer, wie bent u? Ik ben Piet. Piet, bent u een beetje bekend met de katoenen broodzakken? Ja, natuurlijk. Ja, wie niet? Ja, en gebruikt u die ook? Iedere dag.